Nederland is geen eiland om te zonnebaden, maar een plaats waar het veel warmer is dan in de omgeving er rond. Steden zijn vaak hitte-eilanden. Het is er gemakkelijk 3 à 4 graden warmer dan enkele kilometers verderop, buiten de stad. In de zomer kan de stad zelfs tot 8 graden warmer zijn, want door het hitte-eilandeffect ontstaat overdag sterke opwarming en koelt het 's nachts weinig af. Dat grote temperatuurverschil tussen de stad en erbuiten heeft verschillende oorzaken. Zo staat een stad vol gebouwen. Er is veel meer asfalt, beton en steen. Wegen en gebouwen vangen, zeker als ze donker zijn, veel zonlicht op en houden bijvoorbeeld die hitte ook langer vast dan bomen of planten. Ook staan de gebouwen in een stad veel dichter op elkaar dan op de buiten, waardoor de warmte er 's nachts gevangen zit en minder gemakkelijk kan worden teruggekaatst naar de atmosfeer. Op het platteland daarentegen blaast koele wind de warmte letterlijk weg. Nu, in steden leven ook veel meer mensen en die produceren ook extra hitte door bijvoorbeeld autoverkeer of verwarming. Ook doordat er in de stad minder groen is, is het er vaak warmer. Bomen en planten zorgen niet alleen voor schaduw, maar het vocht in de planten verdampt wat extra verkoeling biedt. Met genoeg parken, groene daken en gevels, water, minder verharding, straten die niet te breed zijn en niet te veel donkere materialen, kunnen we dus het hitte-eilandeffect verminderen.